Rick, je bent weer terug nu officieel, hè? Want ja, toch weer wat speeltijd nu. Ja, volgens mij was het 7 minuten plus, wat was het, 5-6. Ja, het is lekker om weer mee te doen met de jongens. Ik ben nu 2 weken in training met de groep. Ja, ik voel me eigenlijk voor het eerst echt lekker in mijn vel zitten en ook fit. En ja, het gaat de goede kant op. Ja, want hoe gaat het met je? Hoe is die tijd dat je er toch even uit was geweest? Nou, op zich viel het wel mee. Ik heb natuurlijk langere blessures gehad. En hier stond 6-7 weken voor. En volgens mij was ik na 4 weken al op het veld. Het ging heel snel en ik wou ook heel graag. Misschien iets te snel, maar wat ik al zei, ik voel me lekker. En dan is dit vanavond mooi meegenomen. Is het voor jouw gevoel echt een verstandig besluit geweest om het nu een keer goed echt te laten genezen, de Lies? Zodat je, wat je al zegt, dat je echt terug bent? Ja, dat denk ik wel. En ik denk ook dat ik hier veel te lang mee heb gelopen. En ik denk ook dat het niet alleen mijn tijd bij Feyenoord was dat ik last had van mijn Lies. Eerste periode had ik al een paar keer klachten. Bij AS Roma heb ik klachten daar gehad en nu weer toen ik terugkwam bij Feyenoord. Ja, dan ben je blij dat je uiteindelijk geopereerd kan worden en dat het uiteindelijk maar 5 of 6 weken heeft geduurd. Garanties heb je in het leven natuurlijk niet, maar wat is jou meegegeven over deze ingreep en dat het dan permanent verholpen is? Nee, kijk, het kan altijd terugkomen, dat heb je zelf niet in de hand, maar in ieder geval. Mijn Lies was heel erg zwak en daar is een matje geplaatst waardoor het wat sterker is geworden. En dat moet dichtgroeien of dat moet er tegenaan groeien. Daar staat dus de 6-7 weken herstel voor en dat is nu goed en ik heb het ook niet meer gevoeld, dus dat is lekker. En weer even op het middenveld, dat is ook een tijd geleden. De trainer vroeg of ik het kon, dus ik zei ja, tuurlijk. Heb je wel een paar jaartjes gedaan? Ja, waarom moet hij me links buiten zetten? Weet je bent blij dat je minuten kan maken en ik train gretig, dus ik was blij met die minuten en op het middenveld. Ik heb er heel lang gestaan en vandaag weer een paar minuten afgelopen week ook op de training een paar keer. Dus voelt ook wel lekker. Is dat toch nog even omschakelen wel in je hoofd om toch opeens weer op die positie te staan? Al ben je het vanuit het verleden, je jonge jaren gewend? Ja, en vooral omdat we 2-3 voor stonden. Dan moet je wat rustiger aan doen. Om het zo maar even te zeggen, je kan er niet overheen klappen elke keer. Wat ik als nummer 10 vroeger vaak deed. Nu was het rechtshalf met Jens controleren en met Leroy erachter. Maar als je een taak krijgt van een trainer, dan moet je die uitvoeren. En ik denk dat ik dat wel aardig heb gedaan. Het is wel een lekkere DSM. De manier waarop je hem dan over de streep trekt. Mouwen opstropen, strijd, mentaliteit. Het zat erin. Ja, maar dat is het ook bij ons. Als het voetballen niet lukt, dan moet het op die manier. En dat is vandaag de tweede helft goed gelukt. En tenslotte, jullie gaan dinsdag terug naar Sittard natuurlijk. Voor hopelijk een korte avond dat je het in die resterende 20 minuten afmaakt. Maar hoe bereid je je voor op toch zo'n bijzondere avond, omdat het geen hele wedstrijd is? Ik denk hetzelfde als elke andere wedstrijd. Ik heb het nooit eerder meegemaakt, moet ik zeggen. Trouwens, dan lieg ik. In de A1 heb ik het ook een keer meegemaakt, uit bij Ajax. Moesten we terug voor een 40 minuten. Maar gewoon als elke wedstrijd, denk ik. En je moet zorgen dat je daar binnen een half uur scoort en dan ben je gewoon een ronde verder. Nou, normaal verdeel je natuurlijk ook je energie of bouw je een wedstrijd op. Nu weet je, het kan ook een half uur zijn voor hun natuurlijk ook met hun opportunistische speelstijl. Dat kan wel net even een ander beeld geven, toch? Ja, maar als je de tweede helft vandaag ziet hoe je de mouwen opstroot en je geeft even gas. Nou, als je dat dinsdag ook doet, dan ziet het er gunstig uit.